Ja, dames en heren, daar zijn we weer op 20 mei, zaterdag, een nieuwe Nacho vlog. 20 mei, mijn verjaardag eigenlijk, dus het is gewoon een birthday vlog. Ja, gefeliciteerd man. Thanks maar, Reino. Gezondheid, kracht, al die thank dingen. Thank you. Man. Tof dat je er weer bent, Reino. Echt tof man, het is weer een tijdje geleden. Zo. Ja, zeker. Ja. Dus, welkom man. Hoe is het met je man? Goed man, hemelvaartweekend is dus eindelijk een beetje even ontladen, even weg uit die dagelijkse red race, maar prima, mag niet klagen. Ah, goed om te horen man, goed om te horen. Hey, in deze uitzending zullen we het hebben over de eindselectie, nou ik wil bijna zeggen eindselectie, ik loop al te hard van stapel. Selectie. De voorselectie, ja de voorselectie van Suriname om mee te beginnen. En we hebben eigenlijk ook nog wel wat scoutingsrapporten van onze tegenstanders. Als ze er nog aan toekomen om die erbij te pakken, dan zullen we dat zeker doen. Maar vooral de groep wil ik bespreekbaar maken en ook de groep van Curaçao. Want dat is ook een hele interessante groep. Trouwens hebben inmiddels vandaag ook hun eindselectie bekendgemaakt. Ja, was wel leuk om te zien. Ze zijn er vroeg bij. Ja, en daar is er een opvallende naam die ik er ook... bespreken wil maken. Dus daar komen we straks op. We gaan eerst natuurlijk beginnen met de voorselectie van Suriname. Toen jij dit ziet zag... Mooi uit, gewoon. Ja. Het ziet er mooi uit, zo grafisch, zo die foto van Winter, zo. Ja, die staf, gewoon 4 man sterk. Hè? Een lokale trainer met ervaring. Mensen met Europese ervaring, mensen met recente profervaring. Het is een ideale mix, denk ik. En ja, die namen, we hebben het erover gehad. Het is toch prachtig om te zien dat we gewoon meer dan 30 gewoon spelers hebben die we gewoon zouden kunnen opstellen. Het is prachtig. Het gevoel van trots, dat ging als eerste door me heen, weet je. Ik bedoel, om eerlijk te zijn, het zal me eigenlijk... Tuurlijk, we zijn heel lang bezig geweest met spelers die erbij zouden kunnen komen. Nieuwe spelers trouwens komen ook straks even op. Er zijn er 4 die zijn aangesloten. Die halen er zo uit. Maar wanneer ik dan zo'n selectie zie... met het logo van de SVB, het is gewoon de Surinaamse selectie, dan maakt het mij zo gek, eigenlijk niet zoveel uit welke namen er staan. Dit gevoel is gewoon van, ja, er komt weer iets aan, we gaan weer beginnen. Dus dat was echt, dat is heel fijn. Zeker. Ja, het is gewoon mooi. En gewoon, kijk, we kennen die namen inmiddels. Maar we hebben wel wat toevoegingen, hè, die er ook tussen staan. Dus dat is ook leuk om te zien. Dus, het maakt gewoon enthousiast. Het is gewoon leuk om naar uit te kijken. En, ja, inderdaad. En als we even meteen beginnen met de nieuwe namen, dan kijken we naar Kenneth Vermeer, Denswil, Stefano zit er natuurlijk bij. We hebben al eerder Klas hebben benoemd, de man met een mooie naam. Dorasso Moreo Klas is gewoon een prachtige voetbalnaam. Dus voor de wedstrijdverslaggevers is het gewoon mooi om uit te spreken. Wie hebben we nog meer? De Sean Redan, ook een prachtige naam. Ja, daar hebben we ook vaker over gehad. Tenminste, onderling wel. En of om even op Dorasso Klas te komen, Moreo Klas terug te komen. Je had vroeger bij Lyon een voetballer, Vikash Dorasso. Kom uit Mauritanië, etnisch India, Hindoestaan. En ik moest gelijk aan hem denken toen ik deze naam zag. Dat was ook echt een geweldig voetballer, was dat. Dat is echt een goede voetballer. Hij heeft het Franse elftal gehad in de tijd dat ze prijzen wonnen. Hè? Dus het was wel echt een goede speler is. Ik vermoed dat hij misschien een beetje naar hem vernoemd is, maar ik weet het niet. Zou zomaar kunnen. Het is in ieder geval een hele mooie voetbalnaam. Dus, ja, zeker. Ja, prachtig. En om meteen even op hem in te haken, we hebben hem al eerder gepresenteerd, dat hij de nieuwe aanwinst zal zijn voor de Nationale Elftal van Suriname. Hij is natuurlijk gehaald voor een bepaalde positie, en dat is de nummer 6 positie. Ja. We gaan straks een lijst erbij pakken van de selectie waarvan wij verwachten dat de eindselectie zou kunnen worden. En daar laten we ook meteen zien wie er is voor welke positie. Dus die pakken we er zo bij. Maar om even op Moreo Klas te blijven. Dorasso Moreo Klas. Hij speelt bij ADO Den Haag. Hij is geen basisspeler. Hij heeft wel een goed vorig seizoen gedraaid. Maar zijn kwaliteiten, ja, die staan buiten kijf. We hebben de beelden bekeken. Nou, we hebben het al vaker benoemd. Die jongen heeft een pegel in beide benen. Hij is eigenlijk rechtsbenig. Maar in zijn linker kan hij ook, heeft hij een venijnig schot. Dus ik ben heel blij dat hij erbij zit. En op een positie die echt eigenlijk... Ja, de spoeling was dun op die positie. Ja, zeker. En hij heeft de laatste wedstrijd wel echt basis gespeeld bij ADO.
moet ik zeggen. Gisteravond nog, maar ook gewoon in wedstrijden tegen Almere City, die ik toevallig live heb gezien. En hij maakte gewoon echt een hele stabiele indruk gewoon. Ik bedoel, ik wil niet zeggen dat hij gelijk is waar hij zou kunnen zijn, maar ik vond hem in die wedstrijd dat ik hem gezien wel echt gewoon eruit steken in de zin van qua handelingssnelheid, zijn fysieke en atletische vermogen. En het is gewoon een balvaardig voetballer. Hij heeft de bal graag in de voeten en hij is ook fysiek sterk ook. Dus het is echt een mooie aanwinst. Ik hoop wel dat hij een mooie stap gaat maken voor ADO naar een club die misschien in de Eredivisie speelt. Maar als ik heel eerlijk ben, verwacht ik best veel van hem. Ondanks hij nu nog bij ADO speelt. Maar ja, hij heeft gewoon bepaalde tools die we echt kunnen gebruiken op middenveld. Ja, inderdaad. En daarom zou het ook mooi zijn als hij kan wel een stapje hoger op. Dus de Eredivisie zou ik hem willen zien. Misschien kan hij mee met Heracles bijvoorbeeld. Want die zijn inmiddels kampioen geworden. Dus die promoveren. Dus dat zou wel heel Ja, mooi wie zijn als weet. hij. Nou ja. 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 Ik zie hem ook bijvoorbeeld bij een Eredivisie-club komen die een dragende middenvelder kwijtraakt of zo. Ja, zoals Sparta, die hebben goed gepresteerd. Die kunnen zomaar een middenvelder kwijtraken die nu nog wel bij ze speelt. Dat je zo'n soort move zie ik ook wel gebeuren. Ja, inderdaad. Zeker. Ja. Dat zie ik hem, ja zeker. En laten we doorgaan naar de volgende speler, Dejan Redan. Hij heeft Ja, geen spits. basisplek nog. Ja, wel blij. We Nee. hebben wel een echte spits. Ja, wel echt een 16 meter. Ik zou hem een beetje qua type een Falcao willen noemen. Die heeft natuurlijk wel een veel hoger niveau bereikt al in zijn carrière. Maar gewoon zo'n type, hè? Zo'n tijger in de 16 gewoon. Die bal komt neer en hij kan hem eraf maken. Ja, zeker. En ja, het is jammer dat hij dus geen basisplek nog heeft bij zijn club, Venezia. Speelt in de Serie B. Het is toch wel Ja, dat is wel een jammer. behoorlijk niveau wel. Dus laten we hopen dat hij snelle minuten zal gaan maken, want het is wel een veelbelovende spits. Ja, met Die, bepaalde kwaliteit ook, hè. Hij is snel, behendig, doelgericht. En zeker in de fysieke en over het algemeen tactische, minder gedisciplineerde speelstijl in de CONCACAF, zou hij een hele nuttige aanvaller kunnen zijn. Dus ik kijk echt naar uit om hem in actie te zien, man. Ja, dat zeker, zeker. Laten we verder gaan naar Stefano Denswil. De dansende Denswil. Ja, Ja, man. dat filmpje hebben we allemaal gezien. Geweldig, geweldig. Ik ben benieuwd, als hij gaat scoren, zal hij ook een dansje verdedigen. Hij heeft ook Ongetwijfeld. wel. Ja. Super, geweldig dat hij erbij is in ieder geval. We hebben als vervanger, nou, vervanger wil ik hem niet noemen, maar ik denk wel dat het een tegenover Pinas dat we erop vooruit gaan, persoonlijk. Nou, kijk, je moet niet vergeten, Denswil. Je kan hem gewoon vergelijken met Ryan Donk eigenlijk, hè? Een beetje. Ook een beetje qua carrièreverloop, denk ik. Gewoon een groot talent in de jeugd. Jonger dan je gehaald. Champions League gespeeld. Weet je, er zijn veel parallellen tussen die carrières. Ik vind hem wel, in vergelijking met Donk, wel iets meer een vechter. Hij deed ook al kickboksen naast voetballen soms, om echt wat fitter te worden en wat krachtiger te zijn. Ik vind hem ja, een hele goede toevoeging. Een linksbenige centrale verdediger, die gewoon in de Europese subtop voetbalt. Ja, dat is gewoon. Ja, daar moet je gewoon blij mee zijn. Er zullen niet veel, vooral Caribische ploegen zijn, die een betere verdediger achterin hebben staan op dit moment. Dat durf ik gewoon wel uit te spreken. Ja, zeker. En waarom ik net even Pinas benoemde, want ze zijn allebei voetballend best wel sterk eigenlijk. Ik vind Denswil wel wat completer. Als het fysiek zal worden, dan kan hij ook zijn mannetje staan. Maar voetballend zijn beide linksbenig ook. Dus ik denk dat ze een beetje met elkaar. Ik verwacht niet dat ze samen in het Denk hart het zullen ook gaan niet. staan. Ik Nee. denk het ook niet. Maar alleen het voordeel van voor Pinas is weer. Pinas die is wat veelzijdiger, hè? Qua posities waarop ik kan instellen. Kijk, als je echt moet gaan kiezen voor een centrale verdediger en je zet die twee naast elkaar, dan heeft Denswil op mij ook een streepje voor. Tegelijkertijd, dat is even objectief gekeken. Pinas heeft wel gepresteerd in Nacho. En dat Ja. zijn ook dingen die meespelen. Ik bedoel, we hebben ook Dankerlui gezien. Het is qua naam misschien niet de eerste keuze rechtsback. Maar hij heeft van alle drie rechtsbacks wel het beste gedaan tot nu toe. En Ja, dat dat klopt. speelt ook gewoon mee. Je ziet bij andere nationale teams ook dat soms een speler in de basis staat en belangrijk is, die bij zijn club niet speelt, weet je. Dus het is ook de hiërarchie binnen de groep van de Nacho-spelers die ook wel meeweegt. Maar één op één, ja, heeft Denswil een veel indrukwekkender CV en een reputatie natuurlijk. Ja, Ja. zeker. Zeker. En last but not least, Kenneth Vermeer. Ja, ken dat man. Weet je wat mij meteen te binnen schiet? Is eigenlijk de periode bij Feyenoord.
Weet je, hij was natuurlijk verwikkeld in een hevige concurrentiestrijd met een andere keeper, die hij nu ook weer tegenkomt. Dat is Wernher Hahn. In die periode dat hij eerste keeper van Feyenoord was, raakte hij op een gegeven moment zwaar geblesseerd. En Wernher Hahn, ja, die wilde gewoon, die gevocht voor de eerste keeper. En die kwam toen van Heerenveen, als ik me niet vergis. Ja. Die zou uiteindelijk het stokje overnemen. En die raakte toen ook zwaar geblesseerd. Beide lagen echt heel lang in de lappenmand. En toen werd Brad Jones volgens mij gehaald, de Australiër. Ja. Ja, het is, want jij zei het voordat we gingen opnemen. Ik was het helemaal vergeten, maar het is waar ook, joh. Die twee hebben gewoon met elkaar in het team gespeeld al. Dat was echt niet van bewust. Ja. Is wel, die hebben wel wat historie. Dus ik verwacht niet, zelf niet zo snel. Wat denk jij zelf eigenlijk? Wat er met Kenneth Vermeer? Wat zijn posities zal zijn binnen het elftal? Ik denk persoonlijk dat Wernher Hahn gewoon keuze nummer 1 is op dit moment. Hoewel Roggeveen het echt heel goed heeft gedaan tegen Mexico. Dus Wernher Hahn kan niet meer uitgaan van hey, ik ben de man. Hij is het op dit moment, want hij heeft ook gewoon goed gepresteerd en heeft veel ervaring. Maar die twee zijn dicht bij elkaar. Qua naam en reputatie is Kenneth Vermeer natuurlijk een indrukwekkendere naam en qua cv en dergelijke. Maar ik heb gewoon het gevoel dat, kijk, mocht iets met die twee gebeuren, dan kan je gewoon relaxen, want je kan Kenneth inzetten. Het is niet meer van dat je stress hebt als die twee uitvallen, op maat voor reden dan ook. Nee, precies. Dus ik vind hem de ideale derde keeper op dit moment, eerlijk gezegd. En, ja. En daar wil ik dan ook op inhaken, want ik verwacht dan ook dat hij inderdaad de derde keeper zal zijn. En Wernher Hahn gewoon 1, inderdaad, Roggeveen 2. Maar mocht die twee wat overkomen, een schorsing, blessures, en je staat al op het toernooi, dan val je niet in een groot gat wanneer je moet terugvallen op keeper nummer 3. Ja. Met alle respect voor Ishan Kort. Maar Vermeer heeft al een behoorlijke dosis ervaring. Dus je kan daarop rekenen. Kijk, hij is momenteel clubloos, dat wel. Maar die ervaring, ja, hij staat er meteen wel. Hij is alleen niet, misschien niet zo scherp. Maar het is wel mooi dat je dan niet in een groot gat hoeft te vallen, in ieder geval. Ja, kijk, en je hebt het voordeel. De teams waarmee we in de pool zouden kunnen komen in de Gold Cup, zijn teams die willen voetballen, dus ver van doel spelen. Waar tegen je ook ver van doel gaat kunnen spelen. Dus je gaat een type keeper als Vermeer is tegen die tegenstanders in de poolfase, als we het halen, wel het type wat je achter je wil hebben staan. Dus je hebt gewoon 3 keepers die ik kan opstellen. Dat is eigenlijk gewoon het verhaal. En dat is wel een hele fijne gedachte. En dat is het ook. Voor de verdedigers, een ingespeelde verdediging, die voor hun is dat prettig natuurlijk. Wanneer je zo'n keeper achter je hebt staan. Dat voetbalt gewoon veel lekkerder. Daar moeten we gewoon eerlijk over zijn. Ja, en niet vergeten, Kenneth Vermeer is een geweldige meevoetballende keeper. Qua voetbalskills is hij echt. Hij kan heel goed meevoetballen. Dus in het spel wat Suriname graag wil spelen, wat ik verwacht dat Winter wil gaan spelen. Qua type keeper heb ik het even niet over het niveau wat hij misschien nu wel of niet heeft. Qua type keeper past hij echt perfect erbij. Ja, zeker. Ja. Het is zeker een geweldige aanwinst. Maar als we verder naar de selectie kijken, wat zijn voor jou de meest opvallende namen? Ik ben toch een beetje verrast over Jacquero Roemer. Waarom? Hij speelt bij VVV. Hij speelt niet heel veel daar. Ik heb natuurlijk wel highlights van hem gezien. Hij heeft echt wel talent. Alleen ik had hem eerlijk gezegd niet bij de voorselectie verwacht, moet ik bekennen. Ik vind bijvoorbeeld apart dat in plaats van Kappel hij is opgeroepen. Dus dat vind ik wel een opvallend iets. Ik mis Kappel echt in die voorselectie. En verder qua verrassingen, verder zijn het gewoon de geëikte namen eigenlijk. Ik vind het leuk dat Richters erbij is. En verder is het gewoon de namen die ik ook zo in de populair zou hebben gezet. Dus, dat wel dus. Yeah. Vrij logisch en eigenlijk. En dan pakken we even een andere lijst erbij. Hè? Want de lijst die ik net al benoemde, van de posities. Wie voor welke posities? Als je dan kijkt naar de keepers. Nou, we benoemden al dus Hahn, Roggeveen, Vermeer, Kort. We gaan de andere namen even niet benoemen die in het rood en in het groen staan. Maar die in het zwart, in ieder geval ze aangeven, die staan al bij de voorselectie. Die zitten er al bij. Dus daar gaan we nu even op concentreren. Dan zie je voor de linksback, linkervleugelverdediger, zien we Paal, Blackson, Van de Kust en Habs. En voor de linkercentrale verdediger hebben we dus Dansville en Pinas. Rechter centrale verdediger Abinna, Malone, McIntosh. De rechtsback zijn Dijksteel, Kleiber, Dankelui,
en bakboord. Kijk, eventueel, we hebben het al in de groep over gehad. Je zou ze ook op het middenveld kun je een paar van hun posteren. Weet je, Dankelijs aanvallend sterk, Dijkstil, Kleiber kan zelf ook op het middenveld spelen. Dus uiteindelijk zal de trainer daar de eindbeslissing in nemen. Maar in ieder geval op papier zijn het backs, rechtsbacks. Dan kijken we naar Vleiter en Klas. Dat zijn echt de twee nummer zes, waarvan Vleiter dan echt puur links is. Ook een goed schot in de benen heeft, hebben we ook al gezien tegen Mexico. Ja. En ja, het is gewoon geweldig om Klas ook daar te hebben. Maar in principe zou zelf Biseswar ook daar kunnen spelen. Ja, die kan ook linkshalf spelen. Die, precies. Dat heeft hij bewezen. Ja. En dan hebben we dus voor de nummer 10 positie. Nou, we noemden net Biseswar en Sherry. Nou, die twee hebben voor die positie. Dus eigenlijk verwacht ik niet dat die twee samen zullen spelen. Ik denk het ook niet. Een van de twee, dat had ik zelf persoonlijk ook gedaan. Kijken we naar Sporksleede, Donk en Leerdam. Die eigenlijk op de CM zouden kunnen spelen. Mm. Maar, en Donk, ik vind het echt mooi dat hij in de voorselectie is opgenomen. Ik hoop dat hij de eindselectie ook zal halen, want ik vind het toch wel een boekbeeld van Suriname. Nou, weet je waarom ik het hoop? Om verschillende redenen. Hij weet wat er gevraagd wordt van hem. Ik denk, hij zit hier als middenveldboek. Ik denk dat als centraal verdediger hij echt gewoon het niveau echt nog wel aan kan. Als centrale middenvelder niet meer. Hij kan niet meer belopen zoals hij het vroeger kon. Maar als je hem en Denzel centraal zet, ja, het is gewoon een heel goed koppel. Echt een goed koppel. En zeker in bepaalde wedstrijden. Dus ik ben blij dat hij erbij is. En ik denk dat hij ook zijn persoonlijkheid in het team wel echt van belang kan zijn. En je kan hem ook gewoon inzetten. Hij kan gewoon spelen. Het is niet van dat hij alleen maar is om de bank warm te houden. Je kan hem gewoon inzetten als nodig is. Daarom. Dus het is echt niet overbodig om mee te nemen. Dat is hetzelfde als Vermeer. Je hebt meteen ervaring in ieder geval. Dus dan kijken we naar de links-buitenpositie. Als we echt met echte pure vleugels zullen gaan spelen. Nou, voor de linkerkant komen in aanmerking Josefsson en Wildschut. Trouwens, Richter staat in het groen, omdat we eigenlijk... Ja. We verwachten eigenlijk dat Richter zal afvallen. Ja, snap ik. Ja, maar is het niet de rechterkant? Want volgens mij is de linkerkant juist Becker en zo. Becker zou ook op links kunnen, maar de verwachting is dat hij toch vanaf rechts zal starten. Want Wildschut, ja, die in principe kan hij niet vanaf rechts. Josefsson weer wel, en die kan weer ook op de 10. Zou hij ook kunnen. Dus dit is gewoon een beetje hoe we het een beetje nu in beeld hebben gebracht. Ja, wat we verwachten, hoe Winter het zal bekijken en natuurlijk Tinkate. Nou, voor de spits is het duidelijk. Heb je Hilterman, Glevio, Filio Vleiter, Mitchell Tevreden. En Redan en natuurlijk Gravenberg. Ja. Nou, ze zullen daar ook zeker wel minimaal twee man van afvallen. Ja. En dan kijken we dus naar de rechterkant. We hadden het net al over Becker, Luciano Slagveer en Roemer. Kappel, ja, die is er helaas niet bij in de voorselectie. Maar kan altijd iemand geblesseerd raken of zo, dat hij alsnog wordt opgeroepen. Dus vandaar dat zijn naam nog steeds in het zwart staat. Hij is toch de eerste die wordt opgeroepen bij het wegvallen van een van de andere spelers. Ja, en weet je wel wat het is met Kappel? Hij is net als Jozef zo'n heel multifunctioneel. Hij kan ook op 10 spelen. Hij kan links en rechts voetballen, snap je? Dus ja, ik, om die reden ook ben ik verrast dat hij niet er nu al bij zit. Maar misschien zijn er redenen die wij niet kennen. Dat kan natuurlijk. Ja, inderdaad. Dus we wachten het even af. Het is in ieder geval heel interessant dat de voorselectie, het ziet er gewoon heel gebalanceerd uit. Ja, en zeker. We hebben het net al over een andere voorselectie gehad van Curaçao. Ja. Nou, eindselectie trouwens. En die eindselectie, die hebben ook, die hebben ook bekeken, het leek niet zo in balans eigenlijk. Maar het enige wat ik er eigenlijk wel, waar ik echt op in wil haken, is dat er is één verrassende naam die ik vorige keer al heb uitgelicht. En daar heb ik het over Jurgen Locadia. Die gaat echt zijn debuut maken. Die maakt eigenlijk nu als zijn debuut in de eindselectie voor Curaçao. Dus, een bekende naam. Ja, het gaat om de wedstrijd die ze gaan spelen. Dus op de 13e van juni tegen Puerto Rico. En 16 juni tegen Sint Kitts en Nevis. Ja. Dus, ja, Jurgen Locadia. Jij hebt die nog gekend, of niet? Ja, ik heb in Emmen gewoond. En hij heeft bij Bargares gevoetbald. Terwijl ik er ook voetbalde. En ja, dan speel je in de buurt met vriendjes en dergelijke. En neven van hem heb ik meegevoetbald op een pleintje of op een veldje en dat soort dingen. En ik heb hem ook zien voetballen toen hij 7, 8 jaar was. Hij was een F-speler en hij was topscorer in de eetjes. Weet je, zo'n speler was dat.
Hij had een schot in zijn benen. Dat is niet normaal. Gewoon naast een F-je en hij schoot hem van Toen 20, al? 30 meter gewoon. Ja, gewoon van 20, 30 meter schoot hij op doel en ze gingen erin. En gewoon geplaatst en niet op geluk, gewoon echt geplaatst gewoon. Zo. Ik dacht direct van, hoe kan dit joh? Hij had ook altijd zilveren voetbalschoentjes, had hij altijd. Dus nee, en opeens, een paar jaar daarna, zag ik opeens dat hij bij PSV voetbalde. Ik dacht, hè? Dat was echt heel grappig. Dus, en dit is wel een naam. Kijk, ik vind dat Suriname een betere selectie op Curaçao heeft. Maar als ik één speler zou mogen kiezen van Curaçao om bij ons te komen, was hij wel een van ze geweest, ja. Dat is wel echt een spits met ervaring, een bepaald niveau, bepaalde specifieke kwaliteiten. Ja, Ik dat... zou Rom ook niet verkeerd vinden hoor, om erbij te hebben, want hij heeft ook Surinaamse roots. En met alle respect voor de keepers die we al hebben, maar Rom is echt een gevallen Ik zou pak, het man. ook, ja, hij zou ook welkom zijn in die zin. Alleen, ik vind, kijk, als je kijkt bij ons, we hebben qua spitsen, ons spits, we hebben een paar goede spitsen, maar ze zijn wat minder bewezen, zeg maar. En hij is bewezen. En die keepers die we hebben, zijn wel bewezen dat ze een bepaald niveau hebben. Dus in die zin, ja. Maar nogmaals, verder, die selectie van ze is niet zo in balans als onze, maar ze hebben op aanvallend gebied hebben ze wel echt veel keus. Ja, dat zeker. Dus het is toch wel mooi dat hij daar zijn debuut gaat maken. En tenminste al in de selectie heeft gemaakt, nu nog op het veld. Dus mooie, opvallende naam. Hij is nog maar 29, hè, dus die kan ook nog wel even mee. Voor Curaçao sowieso. En ik vind het ook een typische CONCACAF-spits. Hij heeft ook body, weet je. Dus als het met body, of tenminste met het tactische niet werkt, dan kan hij ook strijden. Hij kan vechten en hij heeft dat schot. Dus hij heeft alle wapens om te gaan slagen in de CONCACAF. Er zijn twee dingen die ik nog echt over hem wil zeggen. Toen hij een beetje door begon te breken, was er een reportage in Voetbal International. En trainers zeiden over hem van elke bal die hij krijgt, schiet hij tussen de palen. Gewoon als hij 50 keer op doel schoot, dan gingen ze allemaal tussen de palen. En soms pakte de keeper hem, soms gingen ze erin. Maar hij heeft die kwaliteit. En hij kan met, hij is tweebenig, hij is redelijk tweebenig. En toen met PSV, ze hadden in 2014, dacht ik, hadden ze de tweede ronde bereikt van de Champions League tegen Atletico Madrid. Toen speelden ze 5-3-2. En hij speelde een soort van linksvoor. En hij heeft gewoon 90 minuten achter die rechtsback gelopen. En hij was aanvallend ook nog voorwaardelijk gevaarlijk. Ja, dat was zo indrukwekkend. Ik weet niet hoe hij fysiek op dit moment is. Maar het was een speler die fysieke kracht met toch wel echt talent combineerde. En ja, ze hebben echt een goede aanwinst eraan. Dus ik ben benieuwd hoe het zich gaat matchen met die andere spelers. Zeker, zeker. Ik ben ook benieuwd naar. Maar als we dan kijken ook naar de groep, hè, we hebben het toch over Curaçao, dan kunnen we meteen beter de groep erbij pakken. Dan is dit een groep. Groep A van League A. Daar zitten ze dus met Panama, met Guatemala, El Salvador, Martinique en Nicaragua. En ik vraag me af, hè, is deze groep sterker dan de groep van Suriname? Het lijkt mij wel op papier. Ik vind het wel wel. En kijk, niet omdat onze pool zwak is, zeker niet. Maar in onze pool heb je duidelijk twee ploegen waarvan je die normaal gesproken die onderaan zou eindigen. En dat kan je in deze pool niet zeggen, normaal gesproken. Panama kan zesde eindigen, ze kunnen de pool winnen. Guatemala, El Salvador ook. Ik zelf schat El Salvador het hoogste in deze pool. Interlands. En Nicaragua, die zijn ook bezig, hè? Je weet er zelf ook alles van. Tegen Nacho, ze hebben heel veel oefenwedstrijden gespeeld tegen echt tegenstanders waar je, hè, tegen Ghana bijvoorbeeld. Ze Ja, zijn echt op een bepaalde manier bezig te bouwen daar. En dat gaat ook, is ook echt een serieuze ploeg aan het worden. ze oefenen gewoon tegen WK-landen, want tegen Iran bijvoorbeeld hebben ze ook geoefend. Ja, meerdere, ja, zoals je net zei, Ghana. Ze zijn echt geregeld bezig met oefenwedstrijden. Elke window gaan ze gewoon oefenen. Ja, daarom. En wat ook met deze landen is, vooral die Midden-Amerikaanse landen, ze houden echt van hun land. Deze jongens gaan dood voor die vlag, weet je. En dat is een hele andere mentaliteit die je niet kan vergelijken met veel andere landen. En Panama bijvoorbeeld, dat is gewoon een ploeg. Ja, je scoort niet tegen ze, maar ze scoren ook niet echt tegen jou. Dus winnen is, je kan bijna niet van ze winnen. Je verliest Ja. massa dat je van Guatemala, El Salvador is vergelijkbaar. Kabal, voetbal. Snelle, behendige jongens, tactisch gedisciplineerd. Martinique, nou dat weten we, is een potentiële tegenstander van ons, hè? Fysieke ploeg, met wat jongens uit Frankrijk en
ja, heel lastig te Ja, bespelen. Martinique is dan wel, Curaçao kan je een beetje. om daarop in, om daarop in te haken op Martinique, het is dan wel voor de Gold Cup een potentiële tegenstander voor ons in de tweede prelim. Dus niet voor de Nations League, maar voor de Gold Cup. Ja, precies. Ja, dat bedoelde ik te zeggen inderdaad. Als we mochten voor Puerto Rico winnen, zouden we in principe Martinique kunnen treffen. En Curaçao kan je vergelijken met Suriname qua speelstijl, denk ik. Want ja, hè, beide landen heel erg Hollandse school gewend. Ik denk dat de balans van de selectie van Curaçao wel iets anders is. Hè. Veel aanval, weinig verdediging, middenveld wel oké. Okay, dus het is. Maar ja, ze zijn gewaagd aan deze ploegen. En ik ben echt, deze pool ga ik echt met veel belangstelling volgen naast die van ons. Want ja, dit kan echt alle kanten op, letterlijk en figuurlijk. Het is een hele mooie groep. En we hebben het over we gaan meteen onze groepen bijpakken van Suriname. Nou, Haiti, Jamaica, oude bekende. Honduras, ook heel leuk. Cuba en Grenada. En om even in te haken op Jamaica, want eigenlijk is Jamaica een beetje voor ons. Het is net Suriname tegen Jamaica. Jamaica tegen Suriname is net een soort El Clasico van onze regio. Ja, dat kan je wel echt zeggen, vind ik hoor. Het is Ja. een beetje, we hebben sowieso het betere eten, dat is één ding. Maar Hey, als we de toch wil Jamaicanen er ook niet mee eens zijn, en ik. we zijn hard op weg om ook een beter voetbalteam te krijgen. Dus nee, aan de ene kant vind ik het jammer dat we weer Jamaica treffen, puur omdat je ook andere tegenstanders zou willen treffen. Maar aan de andere kant is het ook weer leuk, want ja, laten we eerlijk zijn, Jamaica is gewoon een CAF powerhouse. Dat kan je gewoon Ik ben eerlijk ook juist zijn. blij. We hebben wat recht te zetten daarom. We moeten wat goed maken. Dus ik ben juist Dus blij dat we ja, daar heb je tegenkomen. ook een punt. Daar heb je zeker een punt. Dus misschien doen we dat al op de Gold Cup in een volgende ronde, je weet het niet. Maar ja, het is toch wel een soort El Clasico. En je weet dat Jamaica en Suriname hebben best wel veel culturele connecties op een of andere manier. Haiti ook, hè? Haiti ook zeker. En ja, Haiti en Panama, waar het hier over Panama. Haiti is zeg maar de Caribische Panama. Zie maar van ze te winnen, man. Zie maar een doelpunt te maken tegen ze. Er zijn ook veel Haitianen in Suriname tegenwoordig, toch? Dus Ja, is al van jaren is dat. Er zijn ook wel connecties tussen Haiti en Suriname. Maar Haiti is zo'n ploeg. Voetballend moet Suriname gewoon kunnen winnen van Haiti. Maar ja, het gaat niet alleen maar om hoe je voetballend bent. Haiti is een hele taaie, gedisciplineerde ploeg. En dit is ook zo'n land. Die jongens gaan dood voor die vlag, hè? ja, Ze doen alles voor die vlag. En ze zeker. zijn echt trots om voor Haiti te spelen. Je zou niet snel een Haitiaan een ander land zien kiezen om te vertegenwoordigen, zeg maar. Dat gebeurt niet makkelijk. Nee, het zijn wel jongens die ook in de MLS spelen en Ja. vaak een opleiding ook genieten. Dus ik verwacht toch wel dat ze wel Ja. tegenstand zullen bieden, ook voetballend hoor. Maar ik vind ze vooral fysiek heel erg sterk. Dus maar we Ja, zullen in de ja, volgende klopt. uitzending gaan we echt dieper op al deze tegenstanders Ja. in. Maar als ik nogmaals de groep van Curaçao naast deze groep leg, dan vind ik die van Curaçao toch wel wat pittiger. In de breedte. Ik denk wel dat het in onze pool gek genoeg wel makkelijker is om door te gaan. Omdat je hebt, ja, kijk, in principe, Jamaica op papier zouden die nummer 1 moeten worden. Maar Haiti, Honduras, Suriname is vergelijkbaar hoor. En die drie landen kunnen ook gewoon van Jamaica winnen. Dus ja, voor hetzelfde geld eindigt Suriname vierde, maar ze kunnen ook groepswinnaar worden. Weet je, hetzelfde geldt voor Jamaica, hetzelfde geldt voor Haiti, Honduras. Maar ja, Cuba en Grenada, kijk, dus ze zijn geen chow-chow-ploegen, begrijp me niet verkeerd. Maar normaal gesproken maken zij geen kans. En in die andere groep maakt elke ploeg echt een kans, vind ik. Klopt, klopt. En Ja. ja, nogmaals, ik ga nog even de groep erbij pakken van Curaçao. Ja. Ja, ik ben helemaal overtuigd dat dit toch wel, ja, dat je hier wel echt meer aan de bak gaat moeten. Ja. Maar toch denk ik dat deze pool Suriname beter ligt dan die andere. Denk het ook. Omdat dit Ja. echt voetballende landen zijn. En wij kunnen voetballend, zullen wij niet minder dan deze landen zijn. En in de andere pool heb je echt wat fysieke landen, wat je zeker op bepaalde velden echt nadelig kan zijn voor ons speelstijl. Maar ja, de wedstrijden zullen in als in het SS-stadion plaatsvinden, de thuiswedstrijden, hebben we een voordeel, hè, want het is een kunstgrasveld en wij zijn een voetballende ploeg. Ik ben wel benieuwd hoe, als we tegen Grenada uit zouden moeten, wat voor veld je daar aantreft. Dat kan echt nadelig zijn. Dus het is afhankelijk van veel factoren. Maar qua team, ja, vind ik dat we echt een serieuze kans maken om door te gaan, man. Ja,
Zeker, zeker. Pak hem weer Ja. erbij. En het enige. Trouwens, je hebt ervaringen met het Zwitser systeem, hè? Ja, Ja, ervaring zou ik niet klopt. willen zeggen, maar ik ken het, ik ken het. Want aan de hand van dat systeem, misschien kan je er iets over vertellen voor de kijkers, de luisteraars. Ja, ik zal het proberen eenvoudig uit te leggen. Op zich is het eenvoudig, alleen je moet het net weten. Kijk, het Zwitserse systeem wordt vaak bij denksporten gebruikt, hè? Schaken en dat soort dingen. En wat ze bijvoorbeeld doen, ze willen zoveel mogelijk spelers met hetzelfde aantal punten willen ze tegen elkaar laten spelen. Nou, in dit geval zijn de spelers ploegen. Dus stel je voor dat de eerste twee wedstrijden Haiti tegen Jamaica is en Suriname tegen Grenada. Ik noem maar wat. En Jamaica wint en Suriname wint. Dan zijn dat de twee ploegen met 3 punten. Dus dan zullen die twee ploegen met 3 punten tegen elkaar spelen. En die twee ploegen met 0 punten tegen elkaar. Hè? En zo gaat het steeds door. Dus je speelt steeds tegen tegenstanders met een vergelijkbaar puntaantal, zolang het mogelijk is natuurlijk. Want op een gegeven moment is die balans, je wordt op een gegeven moment duidelijk en er blijft geen ploeg over. En je speelt Precies. maximaal 1 keer tegen elkaar. Dus je kan niet 2 keer Jamaica treffen. Je kan niet 2 keer Cuba treffen. Je treft ze maximaal 1 keer. Je zou ze ook kunnen ontlopen. Dus de eerste wedstrijd verliezen kan een voordeel zijn, kan een nadeel zijn. De eerste wedstrijd winnen kan een voordeel of een nadeel zijn. En op deze manier blijft het altijd spannend. Want dan een zwakkere ploeg, die bijvoorbeeld verliest, die gaat tegen een ploeg spelen die ook verloren heeft en kunnen zij weer punten pakken. Jij speelt, als jij wint, tegen een sterke ploeg. Kan jij misschien punten verliezen of misschien punten pakken. Dus dan is de kans dat je dicht bij elkaar blijft in de stand is groter. Dus ik zie het als een voordeel voor Suriname, omdat Suriname tegen elke ploeg kans maakt. En je na een verliespartij dus wat minder afhankelijk bent van het verloop van het schema. Dus, Oh, ik hoop dat. Ja, wil je alleen. Ja, zeggen? ik hoop dat. Ja, nee, ik hoop dat het duidelijk. Een beetje duidelijk zal zijn voor de kijkers. Het Zwitserse systeem. Dat wordt gehanteerd. In ieder geval op dit moment. In de Nations League. Nou, Ja, het is natuurlijk de. afwachten hoe het exact gaat gebeuren, hè. Kijk, loten ze van tevoren die wedstrijden, gaan ze per window kijken wat de volgende window gaat worden, weet je. Dus Ja. dat weten we nog niet precies, maar dit wat ik net zei is grosso modo hoe een Zwitser systeem werkt. Dat zullen we dan even Ja. afwachten. Nou, Reinel, we zijn in ieder geval wel eigenlijk bijna aan het einde. We zijn aan het einde van het programma gekomen. Dus ik weet niet of jij nog verder toevoegingen had. Ja, en niets anders dan ik er echt naar uitkijken wat die komende prelims gaan opleveren. Hoe wij de Gold Cup komen. En ja, dat we in de Nations League ook gewoon ervoor gaan. Want in theorie hebben we eigenlijk gewoon jaren met competitieve wedstrijden voor ons met Nacho. En dat zie ik alleen maar als positief, man. Dus we gaan het gewoon volgen en binnenkort zijn we er weer. Ja, zeker. En zoals ik al zei, we hebben ook natuurlijk scoutingsrapporten gemaakt van onze tegenstanders van deze groep. En die zullen wij, de volgende vlog zullen wij die bespreekbaar maken. En dan wat meer details vrijgeven over tegenstanders. Dus vergeet niet te abonneren, dames en heren. En blijf op de hoogte dus van onze volgende uitzendingen. Join ook onze Facebookgroep, Nacho Network, op Facebook. En daar zullen we ja, de discussies, reacties plaatsen, van alles. En ja, tof dat je er was, Reino. Ja, Eindelijk weer. man. En ik wens jou nog een fijne verjaardag. Ja, zeker. Dat gaat wel lukken. Ik wens jou een hele fijne dag ook verder. En Komt tot goed. gauw weer, Reino. Bedankt Yes, voor tot je snel. bijdrage. Yes, Salut. later.